Het hoofdproduct is natuurlijk het polyesterbord. Het is een systeem waarbij een polyesterlaminaat gewoon echt helemaal met de hand opgebouwd wordt. Tijdens de opbouw wordt die bedrukking daarin geïntegreerd. En voordat we die bedrukking kunnen integreren, dat gebeurt eigenlijk door middel van een transfersysteem, wordt die bedrukking dus op een transferfolie gedrukt. Dat ging dus vroeger via de zeefdruktechniek. Ja, en op een bepaald moment ga je over op digitaal. Die transferfolie die verwerken wij in een polyesterlaminaat. Dat wil zeggen dat zijn productiebladen. Productiebladen van 1,5 bij 3 meter. Daar wordt op een gegeven moment de polyesterhaas op aangebracht. De folies worden daarin gelegd. We ontluchten het. We laten het hard worden. Is de polyesterhaas hard, dan gaat de folie er weer uit. De bedrukking blijft achter. Dus het is ook echt gewoon een transfersysteem. Ja, en dan gaat er in eerste instantie laag witte gelcoat achter om te zorgen dat de kleuren gewoon goed uit de verf komen. En vervolgens als die witte gelcoat hard is, dan komt er dus nog een keer de glasvezelwapen die komt erachter. En die dikte die kunnen we opbouwen al naar gelang wat de klant wil. De overstap van de oude printer naar de Arizona was ons ingegeven door het feit dat wij problemen hebben gehad met de inkt die in de oude printer ging. Dat was solvent gedragen inkt. Dan zie je dus op een gegeven moment ook dat door die modificaties die ze aangebracht hebben, wij dus gewoon een hechtingsprobleem kregen. En dan moet je gaan kijken, hoe los je dat op? Want het is uiteindelijk toch een stuk van je procedé. En toen zijn wij dus inderdaad met Canon in contact gekomen. De overstap, daar zijn de nodige testen aan vooraf gegaan. Daar hebben wij van Canon toch wel best al een hoop ondersteuning in gehad. Bijkomend argument is dat wij de oude printer alleen op vellen kon printen en niet op rol. En daar ging bij ons best een hele hoop tijd en geld in zitten. Ja, dat is dus ook een argument geweest om te zeggen van oké, dan stappen we over op een andere printer. Betere inkt waar we dus goede hechting mee hebben. En ook een commercieel verhaal omdat je daardoor een heleboel handling dus kunt uitschakelen. Het onderscheid is puur te vinden tussen Polondis en de concurrentie is puur te vinden in de kwaliteit en de levensduur. Een normaal geprint bord gaat een keer 4, 5, 6 jaar mee, dan houdt het echt op. Ja, en bij ons gaat die levensduur, die kun je echt oprekken tot 20, 25 jaar. Een heleboel klanten van ons die zitten ook in de nutshoek. Die hebben maar één belang en dat is een bord één keer er neerzetten en dan willen ze er de eerste 20 jaar geen omkijken meer naar hebben. In de zeefdruktechniek waren die wisselende teksten eigenlijk geen optie. Dan moest je in de zeefdruktechniek moet je voor elk bordje moet je een apart filmpje maken. Je moet elk bordje moet je apart in het schabloon zetten. Je moet elk schabloon moet je instellen. Je moet hem afdrukken maken. Terwijl wij dat in de digitale druktechniek is dat voor ons eigenlijk gewoon ja, piece of cake. Al die mastborden die ook in die hoogspanningsmast hangen, daar zijn er geen twee gelijk van. Nou, wij zijn met de aanschaf zijn wij best wel wat duurder dan onze collega's, maar ik denk als je kijkt op het total cost of ownership, dus wat kost het product gedurende zijn totale levensduur, denk ik dat wij veruit de goedkoopste zijn.